In het leven van CEO Frank zit alles opeens enorm tegen. Op vakantie werd hij beroofd. Zijn hond kwam onder een auto. Het nieuwe huis bleek een zeepert. De auto vloog spontaan in brand. En zijn vrouw wil van hem scheiden. Hij komt bij mij, omdat zijn board het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Ook dat nog. En Frank heeft het allemaal niet zien aankomen. Hij is er kapot van. Een CEO heeft over het algemeen een lange levenscyclus. Je weet al uit een vorige vlog dat ik daar niet per se een voorstander van ben. Fors is meer dan 10 jaar binnen een organisatie. Voor de organisatie heel gewoon. Ik denk dan moi. Maar hoe lang een CEO ook een functie is, als er een echtscheiding aan de orde is, dan heeft hij of zij meestal binnen 2 jaar, na de scheiding dus, de organisatie verlaten. Ook als die CEO de belangrijkste aandeelhouder is, als het bedrijf van hem of van haar is. De echtscheiding is niet de oorzaak. Maar meestal komt de echtscheiding voort uit een slechte periode. Een periode van verlies. Verlies van discipline. Van oplettendheid en controle over het leven. Mijn ervaring is dat die slechte periode door een enkeling wel is opgemerkt. Door een paar members van de board. Maar ja. Harde bewijzen ontbreken meestal. En met vermoedens, met een niet-pluisgevoel, kun je niks, toch? Een CEO draagt de verantwoordelijkheid voor een organisatie met grote belangen. Maatschappelijk, financieel, sociaal ook. En dat maakt het allemaal extra risicovol. Ik kom op voor Frank. Hij heeft zijn dysfunctioneren niet gezien. En dat is hem niet aan te rekenen, vind ik. De board wel. Ze hebben Frank laten vallen door niet alert te zijn op de waarschuwingssignalen. 7 keer pech op een rij is zo'n signaal. Het is contraproductief van de boardmembers die het zagen, die het opvielen, om die vermoedens niet uit te spreken. Het is ook wel een beetje begrijpelijk, want de CEO heeft recht op een persoonlijk leven, op privacy. Maar de grote gebeurtenissen in het leven van de CEO zijn van invloed op het bedrijf. De CEO is het bedrijf. Zorg voor de CEO. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, Boardroom Monk. May you be truly happy.